Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 22 november. De verkeerde soort martelaar. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Matteüs 6, vers 3. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. We weten allemaal wat een martelaar is. We hebben de hartverscheurende verhalen gehoord over de heldhaftige mannen en vrouwen die voor Christus zijn gestorven. Maar er bestaat ook een ander soort martelaar die niet zo moedig en nobel is. Iemand die voortdurend zich beklaagt en die altijd bereid is zijn pijn te delen met iedereen die het maar wil horen. Dit soort martelaar wil aan iedereen laten weten welke opofferingen ze hebben gedaan in hun leven. We vallen makkelijk in deze martelaarsvalkuil. We beginnen ons dienstbaar op te stellen naar onze familie en vrienden en genieten hiervan. Maar na een tijdje begint ons hart te veranderen en gaan we er iets voor terugverwachten. Uiteindelijk hebben we niet meer het hart van een dienaar. Ons gedrag verzuurt en al snel komen we erachter dat we verstrikt zijn geraakt in zelfmedelijden. We zijn een martelaar geworden. In de Bijbel staat te geven zonder dat je je linkerhand laat weten wat je rechterhand doet. Met andere woorden, God wil dat we dienen en geven zonder dat het ons uitmaakt of mensen het merken of ons erkennen. Ben jij in deze martelaarsvalkuil gevallen? Als dit zo is, vraag God je zijn liefde te geven zodat je onzelfzuchtig kunt geven zonder dat je je druk maakt om de waardering hiervoor. Als je wilt, bid dan met me mee. Heilige Geest, laat mij zien of ik in de martelaarsvalkuil ben gevallen. Wilt u mij uw liefde geven om met de juiste hartsgesteldheid dienstbaar te zijn, zodat ik anderen kan geven zoals u wilt dat ik doe, onbaatzuchtig en met uw vreugde. In Jezus' naam, amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.